We zijn live op zaterdagochtend vanuit de Efteling. Zij zijn er ook al, want die horen hier bij de Efteling. En waarvoor we hier zijn is eigenlijk de opening van Symbolica. Dat grote ding daar, dat gebouw, dat is Symbolica. Dat is de attractie die vandaag open gaat. En die mensen die daar staan te wachten achter dat paarse lintje, ja, die moeten nog even wachten, want die komen zo meteen als een malle hier naartoe gelopen om naar Symbolica te gaan voor de eerste keer hier in de Efteling, want hij gaat open. Zo lang hebben ze erop moeten wachten. De duurste attractie ooit, dat is elke nieuwe attractie bij de Efteling. Maar toch, miljoenen heeft het gekost, dat gebouw. Het schijnt helemaal geweldig te zijn. En die mensen gaan zo meteen daar naar binnen om voor de eerste keer Symbolica te ervaren in een regenachtige Efteling. Dat is wel jammer. We gaan een beetje tactisch staan, want daar kunnen we al die mensen zo meteen op ons af zien komen. En proberen dat die mensen dan ons niet omver lopen. En dan allemaal een beetje hysterisch, denk ik, daar naar binnen gaan lopen. Als ik zo eens op de eerste rij kijk, en als je daar goed kijkt, die mensen die zijn helemaal gespannen. Die staan daar en die denken van, ik wil naar binnen. Ik wil eindelijk naar Symbolica. Dat willen ze allemaal. In de Efteling op deze zaterdagochtend. Het is regenachtig, dat is niet zo mooi. Maar goed, voor die mensen is het niet de reden geweest om niet te komen naar de Cats, naar Kaatsheuvel, naar de Efteling, om in de nieuwe Symbolica te gaan. De nieuwste attractie van de Efteling. Ik denk dat mensen al een beetje zichzelf gaan stationeren. De grote baas van de Efteling en de bedenker en de creator van dit prachtige nieuwe gebouw van de Efteling. Dus ik denk dat ze zometeen het lint door gaan knippen en dat de mensen dan allemaal gaan aftellen. Daar komen de mensen allemaal rennen naar de nieuwe Symbolica. Kijk eens aan, ze rennen als een gek hier naar Symbolica. Sommigen lopen ook, maar de meeste rennen. Moet je kijken even, draai even om Niels, cameraman. Ze rennen als allereerste willen ze naar die Symbolica, naar die nieuwe attractie. En ik wil dat eigenlijk ook wel, dus we gaan mee rennen. Want het lijkt mij wel hartstikke leuk om ook een beetje op tijd te zijn daar zo. Kijk eens, ze rennen maar door hè. Je moet een beetje hectisch, een beetje hysterisch doen, denk ik. Dat vinden ze allemaal leuk. Hè? Jullie rennen, mevrouw. Ik houd u toch nog eventjes op, hoor. Rennen voor de eerste keer? Ja, voor de eerste keer vandaag. Dus erg spannend. Ja. Heb jij er zin in? Ja. Heb jij er ook zin in? Ja. Hij stelt allemaal vragen, maar ze willen eigenlijk gewoon naar binnen. Sorry, mevrouw, hoor. Sorry. Zo, heeft u er zin in, meneer? Ja, hoor. Ja, ja. Ah, ze hebben er zin in. Ze lopen allemaal weg voor de camera, want ze willen allemaal naar binnen. Heb jij er zin in? Tuurlijk wel. Hoe lang heb je hierop gewacht? Ja, niet zo lang. Niet zo lang? Nee, ben hier gewoon eigenlijk gewoon voor het plezier. Voor het plezier. Ja. Maar nou is het regenachtig, het is weekend en jij stond in de rij voor een attractie van de Efteling. Mijn broer. Ja, deze broer. Ja. Hallo broer. Hallo. Vind jij dit mooi? Ik kom gewoon mee met mijn broer dus. Ja, maar de ene broer zegt dat de andere meekomt en andersom. Dat kan niet hè? Ik ben Disney fanaat. Dus, Disney fanaat? Ja. Dat is de Efteling hè? Ja, het is voor mijn broer. Het is voor jouw broer. Ja, wie is het dan? Het is voor mij. Symbolica. Wat verwacht je ervan? Een dark ride met toch wel iets heel leuks hebben. Ja? Ja. Succes. Dank je, hetzelfde. We waren aan het rennen, maar nu staan we allemaal stil. Ja, ik ren niet. Nee? We komen er toch allemaal ooit in, dus rennen is voor mij een nutteloze... Jouw hartslag komt niet boven de 120? Nee, dat nu niet. Nee. Het is heel leuk om mee te maken, iets nieuws. Ik heb dat met Baron ook gehad, maar ik ga niet gaan rennen voor een attractie. Waar kom je in de Efteling eigenlijk? 5 keer per jaar. 5 keer per jaar? Valt dan wel mee eigenlijk voor iemand die er helemaal... Hoeveel? 5? Hoe vaak komt hij in Euro Disney? Het is nu zijn tweede keer. Hij gaat nu volgende week dinsdag vertrekken voor zijn tweede keer. Dus wat is er nou zo leuk aan die attractiepark eigenlijk? De attracties, de sfeer, omgeving van de mensen, alles een beetje met elkaar. Ja? Maar kijk, allemaal plezierige mensen, maar ik denk dat ze misschien minder... Hey. Jij staat ook al te wachten voor Symbolica. Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er echt... Het is een beetje een open deur, maar ik moet toch vragen. Ja, ja, het is echt het is een geweldige attractie hoor. Wat is er zo mooi aan? Want ik weet nog niks. Nou, de voorshow is het beste. Ja, maar ik moet ook wel zeggen, ik ben er al 3 keer in geweest. Al 3 keer in geweest? Ik werk hier, dus ja, dan... Kan je ook goed vertellen wat het nou eigenlijk is, Symbolica. Het is een nieuwe attractie van de Efteling. Maar wat kan ik allemaal meemaken? Genoeg, echt heel veel. Maar wat zie ik? Wat doet het allemaal? Ja, daar wil ik nog niks over verklappen. We staan nou in de rij, dat kun je best verklappen hoor. Jij het verklappen? Nee, ik ga het niet verklappen. Het is heel veel te zien. Het is ook veel te veel om te vertellen. Maar
Ja, het moet gewoon gezien worden, anders dan is het moeilijk uit te leggen. Daarvoor staan we ook in de rij inderdaad, om te kijken waar we... Kan iemand verklappen wat we zo meteen zien? Kan jij verklappen wat we zo meteen zien? Ik heb eigenlijk geen idee. Geen idee? Nee, het is de eerste keer dat ik erin ga. Die mensen die wisten het al, maar jij nog niet? Nee, ik laat me helemaal verrassen. Van de foto's en van internet en van filmpjes, wat denk je? Wat bedoel, je weet toch wel een beetje waar je tegen gaat komen? Ja, ik zag wel hele mooie attractieversieringen en alles, maar... het verhaal heb ik me nog helemaal niet in verdiept, dus ik laat me gewoon zien wat ik tegenkom. Ik denk dat het een beetje symbolisch is. Dat denk ik zeker, ja. Qua naam zal het wel goed passen. Ja, ja. Ik ben benieuwd. Pak je koffie bij, ben jij een echte Eftelingganger? Nee, ja, ik heb vrienden die zijn echt helemaal fan ervan. En die gaan er heel vaak heen en af en toe word ik meegesleurd. En dan laat ik me gewoon weer verrassen wat er is. Zijn die vrienden er nou ook? Ja, die staan achter je. We staan Oh, daar heb ik net al mee gesproken. Nou ja, goed. Ja, maar die zijn nu al een stuk verder. Dus die zijn er vandoor. Die zijn, oh, jij moet er weer van. Ja, wij moeten er ook vandoor. Want wij willen wel naar binnen. Maar kijk eens even daar. Want die rij is wel erg lang nu voor Symbolica. De nieuwe attractie hier bij de Efteling. Want we waren allemaal keihard aan het rennen. Om hier op tijd te zijn. En nu staan we allemaal stil. We staan stil, mevrouw. Je parle pas français. Oh, dus die spreekt Frans. Bonjour. Goed. Zelfs uit Frankrijk komen ze voor de Symbolica. Dat is toch wat? Hi. Hi. Heb jij er een beetje zin in? Ja. Voor wie ben je nou? Ben je nou hier voor jezelf of voor papa? Voor allemaal. Ja? Moest hij mee of was het uw idee? Ja, hij moest mee. Jawel, jawel, jawel. Zeker. Bent u een Efteling-fan? Ja, zeker. Ja, we zijn hier met bedrijf. Hoeflaken. Dus een personeelsuitje. Personeelsuitje? Ja? Ze staan overal, hoor. Oh, ze staan overal. Maar het personeelsuitje is voor de eerste keer in Symbolica. Ja. Ja, de Efteling, hè. Oh, de Efteling. En dan pak je dit even mooi mee. Even snel mee, ja. Dan is die regen helemaal niet zo erg als je dit meepakt, hè. Is maar even die regen. Maar even, hè. Ja. En van regen gaan we nog steeds... Hoi. Oh. Heb jij er een beetje zin in? We draaien even om. Volgens mij heeft hij er heel veel zin in. Tweede keer dat ik hem doe. Tweede keer al? Ja. En wat zie je? Wat doe je? Wat maak je mee? Het is een tour door het kasteel heen. Dus het is echt, je gaat in bepaalde karretjes en je gaat verschillende scènes langs. Wat voor scènes zijn dat dan eigenlijk? Het is een hele mooie tuin. Met hele mooie vlinders erin en een soort van aquarium waar je langs rijdt. Moet je nog je adem inhouden? Nee, dat niet. Het is een aquarium, een soort tuin en dan allerlei werelden die met de Efteling te maken hebben. Ja, en drie tours. Ja, schatten, helden en muziek. Schatten, helden en muziek. Welke is de leukste? Schatten, helden of muziek? Ik heb tot nu toe alleen schatten kunnen doen. Okay, alleen schatten. Ik moet wel zeggen dat het niet opschiet. Ja, ik had het al zien aankomen. Ja, dat wist je al van tevoren? Ja, ik ben hier met hem en we hebben al gerekend op 3 uur per rit. Dus, Ik ben hier met hem. Wie is hem dan? Lucien Bart. Ja? En wat vind jij het leukste? Helden? Welke waren het ook? Helden, schatten? Helden, schatten en muziek. Helden, schatten en muziek. Ik denk dat Helden wel het leukste zou zijn. Helden is... Ik ben nooit erin geweest. Nee. Dit is de eerste keer. Ik ben samen met hem meegegaan. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Heel veel zin in. We hebben er heel veel zin in. Ik heb er ook heel veel zin in. Heeft u er ook een beetje zin in? Ja, zeker. Ja. Helden, schatten of muziek? Helden, schat. Ja? Ja, ik roep om wat hoor. Want dit zijn de drie werelden die eigenlijk hier in de... En de Symbolica allemaal. Kunnen we niet even gewoon een beetje voordringen? Ik bedoel, dat kan ik best hoor. Eventjes de ellebogen, dan kruip ik even voor, zo. Ja, sorry, ik heb een beetje voor... Wacht even hier langs. Een beetje voorkruipen, ik kan wel voorkruipen. Zo, een beetje, kan wel toch, meneer? Een beetje voorkruipen. Wat zeg je? Kan ik een beetje voorkruipen? Oh, jazeker. Ja. Zo, jazeker. Ja, waar moeten we alleen naartoe? Helders. Symbolica entree. Een wonderlijk bezoek aan het Paleis der Fantasie staat daar op het ding. En vanaf hier... Even kijken, dat is altijd in de Efteling. Dan zie je vaak hoe lang het nog duurt. 120 minuten wachten. 120 minuten, daar heb ik niet zoveel zin in eigenlijk. Maar goed. 120, hallo. Hallo. 120 minuten wachten nog. Ja, dat is wel best wel lang, hè? Dat is best wel lang, ja. Maar ik heb het er wel voor over. Ja, dat is 2 uur. Ja, zeker. Maar is dat wel een beetje de moeite waard om 2 uur te wachten voor een Symbolica attractie? Nou, ik denk van wel, ja. Ja? Ja. Wat verwacht je er eigenlijk van? Een hele hoop. Een hele hoop? Dus, ik heb iets geleerd. Helden, schatten of muziek? Helden, schatten of muziek? Ik denk helden. Ook wel helden. Iedereen wil... Iedereen helden. Weet je wel, geen schatten of muziek. Iedereen wil helden. Kunnen we een beetje zo... Dat we misschien deze kant op kunnen gaan. Mogen we daar langs? Dat mag. Single ride. We gaan gewoon hier langs, joh. Maar
Zitten we alleen, maakt niet uit. Zitten we alleen. Nou kunnen we wel een beetje tempo maken. Zitten we wel alleen, maar dat maakt niet uit. Dit schiet lekker op zo, hè. Grote banen zoals altijd bij de Efteling, bij die attracties. Het zal hier ook wel heel erg druk worden, denk ik. 120 minuten is 120 seconden. Dag! Even zwaaien naar iedereen, weet je wel. Moet misschien toch eventjes zwaaien. Zo, wij lopen door. Ja hoor. Hoi. Ja, lopen door. Goed. Ja. Lopen maar door, hè. Single rider, dus je kunt ook in je eentje. Hartstikke leuk om te doen. Daar staan ze alweer in de rij. Maar wij lopen door. Je kunt ook water drinken. Zit er eventjes water drinken, want ik praat veel, dus dan moet ik wel eventjes water. Hoi. Heb je eventjes over het hek leunen? Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Wat verwachten jullie ervan? Dat heel... Wacht even. Wat verwachten jullie ervan? Dat het heel leuk wordt. Ja. En heb je al wel dingen gezien op het internet of in boekjes of zo? Ja. En wat heb je daar gezien dan? Dat het heel mooi is en dat het heel lang duurde, maar dat het wel heel mooi wordt nu. Ja. Heb je er ook zin in? Ja. Nou heb ik geleerd dat het schatten, helden of muziek, dat zijn de drie werelden. Welke zouden jullie dan kiezen? Nou, ik weet het echt niet. Hé? Nee. Helden, schatten of muziek? Ik zou muziek kiezen. Ja, muziek, hè? Iedereen kiest helden, maar het is de eerste die muziek kiest. Nou, dat goed zo. High five. Veel plezier. High five. Ja. Oh, ja, ja, oh ja, ja. Eventjes door de knieën in Niels te komen. Hi. Heb jij er een beetje zin in? Ja. Maar is dat niet een beetje eng in zo'n karretje zitten? Nee. Nee, dat is helemaal niet eng, want dat is gewoon hartstikke stoer en dat kan en dat mag en dat moet allemaal kunnen in de Efteling. Veel plezier, hè? Ja, ja. Dat is, als kinderen niet meer praten, staan ze zo. Wij gaan door. Hallo. Heb je er een beetje zin in? Ja. Ja? Wat verwacht je er eigenlijk van? Echt heel mooi. Dat het heel mooi is. Dat het heel mooi is. Maar wat is mooi? Echt, ja, echt allemaal fantasiedingen. Gewoon heel mooi. Ja. Schatten, helden of muziek? Ik denk schatten. Schatten, ja, toch wel. Eerste die schat. Wat zijn dat dan voor schatten eigenlijk? De schatten van de Efteling? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik ook, ja. Nou, veel plezier. Wij lopen gewoon wel even verder eigenlijk, hè. Even de trappen, kijk uit. Cameraman, Niels, kijk uit. Want er zijn trappen hier, weet je wel. Dus je moet wel eventjes... Nou, staan we hier. Oh, daar zijn ze weer. Ja, ze zijn ook eventjes doorgelopen. Zijn met z'n tweeën, maar ze gaan toch in een single rider. Wat is hier? Even kijken. Hoe lang moeten we hier nog wachten? 10 minuten. 10 minuten wachten. En dat valt mee. En dat valt mee? De hele rij zit. Die hele rij, kijk eens. Ja, inderdaad, die hele rij lopen al die mensen hier. En als je dan ook even nog door naar links kijkt, dan zie je dus al die mensen in zo'n soort ja, zigzag wachtrij staan. Dat is toch, ik bedoel... Ja, je moet er maar zin in hebben. Het regent, ze staan wel overdekt. En iedereen wil toch eventjes dat meepikken. Hoi. Volgens mij heet jij Robert. Klopt. Hij staat op je jasje ook, zie ik. Dus ik dacht, ja, dat is makkelijk raden natuurlijk. Heb je er een beetje zin in? Heel veel zin. Wat verwacht je ervan? Weet ik niet. Ik wacht het wel af. Je laat het een beetje op je afkomen. Ja. Ja, dat is het beste, joh. Dat is het. Als je in Efteling een nieuwe attractie wil ontdekken, dan is denk ik het allerbeste om het een beetje op je af te laten komen. Want je weet nooit wat het is, ook al heb je het op internet gezien, dus laat het maar gewoon op je afkomen. Het is net het leven zelf, hè? Moet je ook op je af laten. Schiet dit een beetje op? Nee, hè? Kunnen we nog eens eventjes lekker doorlopen? Misschien? Mag ik voorkruipen? Nee. Mag niet voorkruipen? Er zijn zo... Ja. Ik heb ook geen nummertje getrokken, dus dat is wel lastig. Mogen niet volkruipen, ja, dan staan we hier maar weer te wachten, hè? Ja. Ik vind het prima om te wachten. Heb je nog iets leuks te vertellen? Niet echt. Wat ga je morgen doen? Weer symbolica? Dan werken. Werken? Ja. Is dat leuk? Niet zo leuk als symbolica. Wat heb je voor werk eigenlijk? Ik sta op markten met oude ambachten. Markten met oude ambachten? Ja. Zijn die oude ambachten dan? Wij doen tallyman en touwslagen. Zoals in de oude haven vroeger in Rotterdam gedaan werd. Ja, daar sta ik even stil perplex van. Want wie vindt dat leuk? Heel veel nautische markten. En in Rotterdam is het heel populair. En ook heel veel andere markten. Door heel Nederland en België staan wij. Het gaat even niet over de Efteling. Maar we weten wel dat hij nautische markten afgaat. Mijn bureau beslaat er gewoon helemaal van. Succes morgen. Dank u wel. Goed. Hoi.
Heeft u er zin in? Ja, ze hebben er zin in, ja. Wat verwacht je er allemaal van? Wat denk je dat Symbolica u op deze dag gaat brengen? Als je hem even omdraait, dan zien we ook... Kijk, ja, camera. Avontuur, hè? Avontuur. Mooi avontuur. Ja? Vlinderavontuur en vissen en pardoesstieven en... Wat zei je nou het laatst? Pardoesstieven. Oh, pardoes, ja. Zou die ook binnen zijn, pardoes? Ja, die zal ook wel binnen zijn, denk ik. Die zal ook wel binnen zijn. Heb jij er ook een beetje zin in? Ja. Muziek, helden of schatten? Muziek. Muziek, ja. Nou ja, zit er wel een beetje schot in de zaak? Of, Nee, nog niet. Niet, nee. Dan kom ik wel even hier al in die park. Want, hoe lang is het hier nog wachten? 10 minuten? 10 minuten, ja. Kom maar een beetje tegen de steen aan, maar hè? Ja, nog even wachten. Ja. Wat vind je nou de mooiste attractie in de Efteling? Ik hoop Symbolica. Ja, maar dat had ik al gedacht. Maar, ja, maar dat kan dus niet, hè? Nou, die weten we nog niet wat dat is. Dan is het de Droomvlucht. De Droomvlucht? Ja, die is leuk, hè? Dat is een beetje een ja, dat is een leuke, ja. Droom weer. Maar dat is best wel een oude al. Ja, maar toch blijft die mooi. Ja? Hoe vaak ga jij naar de Efteling? Ja, we hebben een abonnement, dus zeker 1 keer tot 2 keer in de maand. 1 of 2 keer in de maand? En dan ga je altijd mee? Ja, ze heeft wel aangestoken ermee. maar wacht even hoor, wat gaan jullie dan allemaal doen? Gewoon rondlopen en attracties en... Ja? Ja. En dan ook hand in hand? Ja. Ja? Ja. Volgens mij zijn jullie samen hetzelfde sprookje als de Efteling. Ja. Ja. En de Droomvlucht, ook hand in hand? Ja. Ja. Ook stiekem af en toe een kusje geven? Ja, tuurlijk. Het is een beetje donker in de Droomvlucht, hè? Dat kan allemaal. Ja. Ja. Misschien kan het in Symbolica ook wel. Ja. Maar ja, dat zien we wel. Zouden we, dat is best een beetje een brutale vraag, maar zouden we dat kusje alvast even kunnen oefenen? Voordat we, even dat kusje doen. Het kusje wat zometeen in Symbolica wordt gegeven als het daar donker genoeg is. En als het daar, dus even de Droomvlucht kus dan voor Symbolica. Ja. Hey. Prima kus. Ja, toch? En is dit de kus die voortaan bij Symbolica hoort? Ja. Prachtig. Ja. Zo zie je maar, de Efteling brengt ook heel veel liefde met zich mee. Ja, zeker. Zo is wachten wel leuk eigenlijk, als mensen gaan kussen. Weet je wel? Ik bedoel, ja, nee, dan gebeurt er nog wat. Ja. Het is wel een lange rij, maar dat is vaak bij de Efteling. Het is natuurlijk een nieuwe attractie waar veel mensen in willen. Dus ik denk wel dat mensen dan... Kunnen we nog even kijken wat daar allemaal gebeurt? Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Er zijn een hoop mensen daar. Daar zijn we weer. De rij is nog steeds even lang en even dik. Mensen staan nog steeds te wachten. Totdat ze uiteindelijk naar Symbolica mogen. Hier komen de eerste mensen uit. Over een paar minuten komen de eerste mensen hier naar buiten. Ja, met een totale euforie op hun hoofd, op hun gezicht. Dat zal wel moeten, want ze zijn net voor de allereerste keer in Symbolica geweest. Deze vrouw vind ik even fascinerend. Mevrouw. Nou, mooi. Kijk eens, u wacht meteen. Oh, hallo. Ja, wij zijn u aan het filmen en u bent ons aan het filmen en u bent ook weer iemand anders aan het filmen. Ja, ik ben hier mijn dochter aan het filmen om te laten... Wie is dit? Dit is mijn dochter. Dit is uw dochter? Ja, die... Ja. Laat je maar even zien. Nou ga je zo. Zijn wij te zien? Kan we even zwaaien? Want kunnen we nog even terug ook? Ja. Kunnen we even kijken? Oh zo. Ja? Ja. Ja. Zijn ja. We. Oh nee. Kijk. Ik vraag het ja, daar zijn we. Weet je wel? Ja. We zijn, het is geweldig hier al. Het is geweldig, hè? Kunnen we even zwaaien? Hallo. Hallo. En zij is daar en u bent hier. Ja. Waarom is zij daar en u hier? Ja, wat zei u? Mijn kleinzoon is daarin. Kleinzoon is binnen. Ja. Die komt zo meteen. En dit is dan is uw dochter? Ja, dus dat is haar zoon. Ja. En zij zit daar. Ja. En uw kleinzoon is binnen. En ik zit in de regen. En u zit in de regen, ja. En zij zit lekker warm. Ja. En zij ook. Ja. Jongen. Nou, goed gedaan. De kleinzoon zit warm, de dochter zit warm. Maar oma, die zit hier racemonster. Scoot, racemonster. Ja. Even zwaaien nog, dag. Even zwaaien. Dag. Goed. Gaan we ook zwaaien? Doei. Dag. We gaan ook... Ja? Wat wil je? Nou, ik wil eigenlijk vertellen over de Efteling. Want ik heb een Efteling abonnement en ik kom hier heel vaak.
Alleen ik ben... Wacht even, we gaan het even officieel doen hoor. Want dit is zo'n goede spreekster. Even wachten. Zeg het maar. Nou, ik kom heel vaak bij de Efteling. We hebben een Efteling abonnement. En ik ben hier eigenlijk nog nooit in geweest. Maar ik ga er vandaag voor het eerst in. Ik denk dat al die mensen draaien ze even om. Al die mensen gaan ook voor de eerste keer. Ja. Even zwaaien. Hoi. Wij hebben een abonnement. Abonnement. We hebben een abonnement. We hebben een abonnement. Die vrouw is nog steeds bezig, maar... Ja. De wonderenwereld van de Efteling. Hey. Over een paar minuten komen hier dus de eerste mensen naar buiten die symbolica hebben ervaard, ervoeren of gehebben geërvaard. Kies zelf maar wat je wilt. Daar. Ja, even zwaaien. En die mensen daar staan nog steeds te wachten eigenlijk. Kunnen even checken of die mensen al... Ah, ja, ja, ja. Kunnen even checken natuurlijk om te kijken. Hè. Wat zij ervan van weten en van... Oh, de camera's. Iedereen... Mag ik even wat vragen? Nee. Meneer, mag ik even wat vragen? Ja hoor. Kijk, want u staat hier in de rij. Ja, dat klopt. Iets te laat vertrokken van huis? Nee hoor. U bent hier gewoon voor de Efteling en toevallig is Symbolica vandaag de eerste keer open. Ja, dat klopt. Nou is het wel zo dat hier vanaf hier nog 120 minuten, twee uurtjes, wachten op de nieuwe attractie. Ja. En daar komen zo meteen uit die grot komen de eerste mensen naar buiten die het al hebben meegemaakt. Ja, oké, dat zou kunnen. Dat is wel een beetje ook, dan dat je denkt van dat ligt nogal erg uit elkaar. Vraag en aanbod. Nee, dat komt wel, dat gaat wel goed. Ja hoor, het is wat? Net tegen mijn zoontje van... Over een paar jaar, als hij met zijn kinderen hier loopt, dan zegt hij van... Symbolica, daar ben ik op de eerste dag geweest. Ja. Dan zeggen die kinderen vermoedelijk van... Ach, het is hartstikke saai, is niet meer leuk. Ja. Maar goed, wij kunnen dan wel zeggen dat we het gedaan hebben. Duurste attractie ooit, volgens mij 35 miljoen uit mijn hoofd gezegd. Maar elke nieuwe attractie is de duurste ooit in de Efteling. Dus dat is eigenlijk... Als hij met zijn kinderen hier loopt, dan is alweer de dure. Efteling nog bestaat. 135 miljoen. Dan hopen we dat Efteling nog bestaat en niet virtueel is. Het zou inderdaad nog het allermooiste zijn dat het gewoon nog bestaat. Ja, dat hopen we natuurlijk. Succes, u heeft een bakje koffie. Dat komt helemaal goed. Wij gaan weer naar de uitgang, dan wel de ingang of dan andersom. Om te kijken of die mensen wel naar buiten komen zometeen. En om even die eerste reactie te peilen van de mensen. Oh, sorry. Oh. Even kijken. Blijven checken. U bent niet meer aan het zwaaien. Hey, godverdomme, ben je er nou weer? Ja, nee, maar even... Toch even checken. Even checken. Ja? Er komen mensen naar buiten nou. En ik denk dat die eerste mensen heel erg blij zijn met wat ze hebben gedaan en gezien. Symbolica namelijk. We gaan toch eventjes gewoon dicht tegen die uitgang. Om eens te kijken of we daar een beetje wat mensen kunnen... Hoi. Nee, die was niet als eerste. Even kijken wie als eerste was. Het is altijd aftellen, hè? Aftellen. Wie is de eerste die het gezien heeft? En daar de reactie van. Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. We staan allemaal te wachten. De rij is er nog steeds trouwens. Als je nou denkt van, hey, wacht even. Er is geen rij. De rij is er nog steeds. En ik denk dat de mensen die wij in de eerste sessie van die livestream, om maar even een moeilijk woord te gebruiken, hebben hier zijn ze. Niels. Ja, hier zijn ze. Deze mensen zijn de allereerste. We staan in de rij, hè, want dat zijn de mensen die... Toch met papa erbij en de grote zoon. Ja, nee, als je de allereerste bent, dan is de eerste reactie toch even belangrijk. Ja, fantastisch mooi. Ja? Ja, heel mooi. Heel soepele rit ook. Heel schitterend, heel veel mooie details. Ja? Prachtig. Wat heb je allemaal gezien en gehoord en geroken? Het is een prachtige reis, sprookjes, schitterende banketten. Wat hebben we nog meer gezien? Een soort van uitvinderslaboratorium. Heel mooi. Ja? Ja, absoluut. Super. Nou, dankjewel. Hoe was het? Te gek. Te gek? Te gek, serieus. Je staat helemaal perplex. Ja, het is één grote illusie. Het kan niet in je brein, het kan niet in je hoofd. Te gek. Is het iets wat je ervan verwacht had? Nou, ik had het minder leuk verwacht dan dit. Maar als je erin zit, het is te gek. Yes. Wat heb je allemaal gezien en gevoeld en geroken? Ja, je ruikt in de koningszaal. Dat is, want je gaat op audiëntie bij de koning. Ruik je allemaal lekkere geuren. Je ziet allemaal lichtjes. Pardoes komt heel vaak langs.
te gek. En je ziet ook een boek open, dichtklappen. Ja. Is het nou zo dat je dit heel vaak gaat doen? Denk je van hier ga ik gewoon elke week even naartoe? Ik zou sterk nog vertellen, ik ga er nu nog een keer in. Ja. Was het zo mooi? Ik ga nu een andere tour kiezen, dat is mooi van symbolica. Hè? Anders even zitten, dat je even kan bijkomen, want hè? Je bent helemaal hout op de botel over het hele ding. Nog meer de mensen. Ja, hallo. Hi. Meneer, hoe was het? Ja, schitterend. Ja, schitterend? Schitterend, ja. Het is onbeschrijfelijk, echt een fantasie waar je terechtkomt. Wat hebben die ogen van u gezien, wat onze ogen nog niet hebben gezien? Het bonnetarium, wat in één keer heel iets anders wordt dan wat je verwacht. Bonnetarium? Wat is een bonnetarium? De plantenkast van de paleistuinen van het paleis eigenlijk. Blommetjes en planten? Ja, blommetjes en planten, maar dat verandert in één keer. Dat moet je gewoon gezien hebben. Ja. En wat heeft u geroken? En was er een beetje muziek bij ook? Pannenkoeken geroken, wijn gesnoven, wijnflessen die open gingen, muziek schitterend, allemaal gezien. De tovenaar die van alles weer in beweging brengt. Ja, het is een heel fantasierijk gebeuren. Nu al de beste attractie ooit? Dat wil ik niet zeggen, maar hij komt in de buurt. Ja, het is een 9,5 zeker waard. 9,5 zeker waard, ja. Nou dat is niet mals. Een 9,5 is heel erg... Ja. Nou, ik zie aan u dat u genoten heeft. Ja, ik heb gigantisch genoten, absoluut. Hoe was het? Heel leuk. Heel was leuk. Ja, echt, de verwachtingen die waren echt top. Echt heel geweldig. Hartstikke mooi. Ja. Nou, weer een keer? Weer een keer. Nou, als ik het zo zie, wacht ik eventjes, denk ik. Ja, wacht even. Ja, tot iedereen is geweest. Dan is misschien... Het is één keer gelukt en nou toch maar even wat te lang rijden voor jou. Ja, we zijn dinsdag ook al geweest, dus we hoeven nog maar één rondje. Die hebben we ook al gehad, dus. Oh, die heb je ook al gehad? Ja. Echte fans samen? Ja, nou. Ik heb een Efteling-tattoo. Efteling-tattoo? Ja, ik ben er heel trots op. Jullie horen ook bij elkaar? Ja. Nou, dan moet ik dat er even vragen. In zo'n zitje, in zo'n dingetje. Ook even gekust? Weet je wel. Wat voor kus was het? Een hele liefdevolle. Kunnen we dat even kussen? Ja. Ik vind dit een prachtige afsluiting. Ik kom even naast jou staan. Een prachtige afsluiting van deze livestream over symbolica. De allereerste keer op deze zaterdagochtend 1 juli in de Efteling. Met deze kus is de opening bezegeld. Symbolica is open. Je kunt er naartoe, je kunt het ervaren, je kunt het ruiken, je kunt het voelen. In de Efteling, in Kaatsheuvel. Een nieuwe attractie. Prachtig. Schitterende kus. Dankjewel.